a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Het is 5 uur geweest. Sterker nog, het is al 6 uur geweest. Oh, nou ja. En anders is het ergens wel 5 uur. Ja. Zo is het. Wat is het plan? Het plan is dat we even gaan koken. Oh. We gaan iets simpels maken. Dat laat ik zo wel zien. Maar dat doe ik eigenlijk ter ere. Er is niet iemand dood of wat dan ook. Maar gewoon ter ere van mijn vriendin Peggy. Van Casa Caballero. Casa Caballero. Ja. We gaan altijd nog een keer, moeten we nog een keer samen gaan koken. Ja. Maar deze van vanavond draag ik aan haar op. We gaan koken voor Peggy van Casa Caballero. Chef-kok Onno, voor dit event. Voor dit event. Ja. Wat ga je koken? Ik ga koken voor Peggy gnocchi. Oh nee, we zouden die andere dingen doen, hè? Geen gnocchi, gnocchi. Oh. Nee, die moet ik even omruilen. Die ga ik even gauw omruilen. Want we gaan... Hebben we nou toch gnocchi gekocht? We hebben helemaal die dingen niet gekocht. Nee, we hebben gnocchi. We hebben gnocchi. We hebben gnocchi. Hoe kan je je vergissen? Hoe kan je je vergissen? Maar goed, dat geeft niet. Gnocchi. We doen nog een beetje sla erbij. Tomaatjes. We doen er een truffelsaus over. Die zou Peggy zelf maken. Ja, maar wij doen iets makkelijker. Ik doe iets makkelijker. Oh, jij. Peggy, die kan je zelf maken. En we doen Spaanse groene pepertjes. Die ga ik even bakken. Je kan ze ook grillen, dan zijn ze misschien iets lekkerder, maar gebakken kan ook. En daar gaat dan best wel veel zout over. Oh. En dat gaan we doen. Dus heel simpel, geen vlees. We slaan even gewoon een keer vlees over. Dat is helemaal niet verkeerd. En dat gaan we maken. En dan ga ik nu eerst... Ja, ik hoef eigenlijk alleen maar de gnocchi te koken. En de, oh, bakken. Nee, deze ga ik denk ik even koken, want dat is lekkerder met de saus, denk ik. Ja, dat is zo. Of ik heb 2 pannetjes om te bakken, dat kan ook. Zeg het maar, wat wil je? Gebakken of gekookte gnocchi? Gebakken, denk ik. Gebakken. Dan gaan we 2 kwakbakkenpannetjes pakken. Hoekenpannetjes heet dat, Onno. Grote en een kleine. We gaan niet alle gnocchi doen, want dat is een beetje te veel. We gaan wel lekker veel pepertjes, groene pepertjes maken. Die zijn over het algemeen smaken die zoet. Maar er kan een hele pittig tussen zitten. Dus wees gewaarschuwd. Ik ga zo aan de slag. Zo, de voorbereidingen zijn een beetje gedaan. Ja. Zeezout gepakt uit het kastje. Ja, de groene pepertjes gaan in de pan. 3, 6. Moet wel even het raampje open doen. 9, 10. Die niet weg is? Is, we zien. Dat moet ongeveer 5 minuten. Oh, dat is wel erg. Ja. 5 minuten, 3, 4, 5. Hoppakee. We doen dan even draaien. Even een dingetje pakken. En de gnocchi. Oh. Pak terug. Nou, dat kan ik nog wel vallen. Zo. Even de pepertjes alvast omdraaien, want dat gaat hard, denk ik. Ja, jawel. Lekker. Nou. Deze wilde niet omgedraaid worden. En On, waar zijn we nu? Met ons diner. We zijn nu met ons diner halverwege zo'n beetje. De gnocchi wordt al aardig bruin. Daar heb ik wat extra knoflookolie aan toegevoegd. Ik ruik het, ja. Heerlijk. Ja. En deze gaat ook. Die wordt al lekker zacht. Deze is al lekker zacht. Die is nog wat hard. Die is ook al zacht. Die ook zacht, zacht, zacht. Nog enkele die nog wat...
kunnen hebben. Dan is en klaar. De truffelsaus, hoe ga je die bereiden? Opwarmen? Die ga ik opwarmen in de koekenpan. Daar doe ik deze wel, haal ik die er even uit. Want het is altijd een beetje aanpassen in de camper. Met twee pitjes. Ja. Dus dat komt goed. De tafel is gedekt. De sla en tomaatjes ligt er al op het bord. Zo, de truffelsaus even opwarmen. Dat ruikt trouwens bijzonder lekker. Het is jammer dat het geen geur-tv is. Geur-tv is, geurvlog is. Daar staan de pepers. De pepers met zout. Nog een klein beetje overheen doen. De gnocchi staat al op tafel. De gnocchi staat op tafel. De saus komt op tafel. Lekker. De saus inderdaad. De gnocchi. 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 Pepertjes. En de chef-kok. Eet smakelijk. En met de groeten aan Peggy. Hey, goedemorgen Arnaud. Goedemorgen. We hebben de boel weer ingepakt. Ja, we rijden inmiddels alweer. Ja. Welkom bij vlog 47. 47 al? 47 alweer. Oh, en hoeveel abonnees? 924 zei jij vanmorgen. Dus ja. Nog 76. En dan hebben we de 1000. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Of we die al hebben als vlog 47 live gaat, is nog maar even de vraag. Het is hier echt mooi. Maar wel hoge bergen. Oh, dat is wel ineens een heel andere... Ja. Hey Arno. Hey Ineke. Staan we te wachten op... Ik sta te wachten op de reactie van Little Texas, van Erik. Oké. Okay. Maar we hebben echt geduld, we hebben tijd zat. Dus we mogen daar toch niet eerder dan 3 uur erop. Dus, En waar zijn we net geweest? Bij de Mercadona. Oh, Erik heeft het gelezen. En waar staan we? Hier. Met nog steeds een ongewassen camper. Nou, het is verschrikkelijk. Wat ga je doen? Nou, ik denk niks, want ik weet niet waar het geld is. Zo. Want we gaan onze... We gaan de auto wassen. Hele vieze... Auto. Camper wassen. Gaat ie. Oh, ik zet hem even stop. Oh, moet ik hem wel even... Nou, Arno in actie. Maar ik ben bang dat hij niet veel schoner wordt. Ja, wie weet. Nou, Arno is hem wel aan het afspoelen, maar er zijn geen, is geen borstel hier bij deze wasstraat, dus dan is het een beetje lastig schoonmaken. Nou ja, hij is weer een stukje schoner. Nou, we zijn bij een wasstraat geweest. Nou ja, wasstraat, wasplek. Daar hebben we kunnen wassen, maar het is echt finaal mislukt. Tenminste, het is gewoon niet gebeurd. Dit plekje hebben we nu met wat anders schoongemaakt. Dat is helemaal wit. Maar misschien zie je zo het verschil. Het is gewoon nog vies bruin. Vies schoor. We hebben ook dom gedaan door er een waslaag overheen te laten doen. Nou, dat moet je nooit doen over een vieze camper. Maar niet getreurd. Het zonnetje schijnt. Restaurant Anita, wie kent het niet? Eens een booming business. Maar door diverse oorzaken. Wegverlegging, snelweg. Ja, dit zal misschien een oorspronkelijke doorgaande weg zijn geweest achter mij. Dat Anita floreerde, maar Anita is niet meer. We hebben er nog wel even aan gedacht om het te kopen. En hier te gaan wonen. Maar zoals jullie horen rijden er nog net even te veel vrachtwagens. Wij gaan naar Little Texas. Er is plek, maar we kunnen er pas na 3 op. Dus het is nog even geduld. Het is nu 18 over 2. Dus we gaan nog even relaxen. We hebben net een kopje koffie op. En Ineke is ook buiten, denk ik. Dus... Nog heel even geduld, dan gaan we verder. Goedenavond Arno. Hallo. Wat zit je nou op mijn krukje? Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het grillen. Ruikt heerlijk. Ja hè? Ja. Lamskoteletje en groene pepers. Straks een beetje olie erover, zout. En dan komt het allemaal weer goed.
En morgen gaan we hier weer vertrekken. Morgen gaan we weer weg. Naar La Ermita. La Ermita, ja, klopt. Vlakbij Puerto de Mazzaron. Ja. Daar gaan we eerst boodschappen doen. Ja. Bij de camper wassen. Oh ja, bij, ja. En daar hebben ze een borstel. Ja. Oké, ik ga binnenkijken naar de Nokkie. Veel plezier. Nou, zeg het maar. Lekker. Lekker, hè? Ja, van de grill. Van de grill is het lekkerder dan uit de koekenpan. Nokkie erbij, gebakken nokkie, groene Spaanse peper. Heerlijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou, gaan we nu echt de camper wassen. Hier hebben ze wel een borstel. Hey, lekker werkje, hoor. Waar wordt het pensioen was. Maar wordt er wel schoner van? Ja, dat zeker. Dat was hard nodig. Zo, ik denk dat we weer een redelijke witte camper hebben en geen beige meer. En waar zijn we hier? In Puerto de Mazzaron. We gaan zo naar La Ermita. Het is aardig gaan waaien vandaag. Droog en het is niet koud, maar het waait wel wat harder. Het heeft vannacht trouwens wel geregend. Ook best wel hard. Maar goed, het uitzicht blijft onverminderd mooi. Het is jammer dat die coniferen zo groot zijn. Het is een leuk parkje. We gaan vandaag bijboeken tot maandag. En vandaag komt er niet zoveel meer van. Vandaag wordt het wat klusjes. Toiletcassette moet geleegd worden. Ik heb net even wat uitgeklopt. Hier van het een of het ander. Ik ga zo even de fietsen eruit halen. Ik ga ook de poten eronder zetten. De steunen. Onder de camper. Hij wiebelt wel erg. En dan gaan we morgen maar een poging wagen om een stukje te gaan fietsen. Zo, we gaan een stukje wandelen. Het waait behoorlijk. Maar als het goed is met de microfoontjes, moeten jullie ons kunnen horen. Ja, er zit een dode poes op. En er zit een dode poes op. Dus even een shotje van de camping. Camping, camperplaats. El Ermita. Winkeltje, sanitair gebouw. Ja. Mooi uitzicht. En staat daar trouwens een mooie camper. Een schoolbus. Goed, dus gaat hij weg. Misschien zo ook nog even filmen. Oh ja, en ik vind die bergen erg mooi gezicht. Ja, de achtergrond. Hé, Ineke? Ja, dat waait zeker. Ja. Maar het is niet koud. Het is niet koud, nee. 17 graden. Ja, dus dat valt reuze mee. Ja. Nou, lopen we toch nog richting zee. Ja, we gingen eerst de verkeerde kant op. Ja, we gingen eerst verkeerd, ja. Maar die mevrouw kan niet zo goed kaart tekenen. Nee, volgens mij heeft ze dat niet helemaal goed, want de AP7 is niet in de buurt hier. Nee, dat is een snelweg. Ja, dat is een snelweg. Dus ik denk dat ze zich een beetje vergist heeft met de plek. Neemt niet weg dat we zelf moeten zoeken en zelf moeten kijken. En dat hebben we nu gedaan. Dus we gaan nu even verder lopen en dan gaan we zien of we de shortcut kunnen vinden die zij heeft aangegeven. Of in ieder geval de weg naar de zee voor morgen. Er zijn hierbij wat kassen. Met weinig tot geen activiteiten. Nee, hier doen ze vandaag in ieder geval niks. Vandaag niet. Ja, het is zaterdag natuurlijk, maar we zijn een beetje zoekende waar de shortcut is. Maar... Ineke. Hey, hallo. Hallo. Oh, we echo weer. Ja, helemaal. We gaan een stukje fietsen, toch? Ja, we gaan naar het strand fietsen wat we gisteren wilden doen, maar toen was het weer, toen waaide het te hard. Ja, het waaide het veel te hard. Ja. Dus we gaan nu. Ja. We zien wel waar we uitkomen. 12 graden. 2 uur geweest, dacht ik, in de gauwigheid. 5 over 2. 5 over 2. Even een stukje fiets. Ik ga mijn stalen ros aanzetten. Je gaat je stalen ros aanzetten. Ga ik dat ook doen en dan gaan we rijden. Nou, we hebben toch een strand gevonden. We hebben toch een strand gevonden, ja. We zijn er wel eentje fietsen. Ja, we zijn toch maar eentje fietsen, ja. Lijkt soms ook wel verder dan het... uiteindelijk weer was. Maar we zijn er. Ja. En ik denk dat we kunnen kijken of we daar koffie kunnen drinken. Ja. Wel even fietsen meenemen. Ja. En dit is nou niet echt een mooi strandje. Dit is meer kiezels, grote kiezels. Parkeerplaats. En een parkeerplaats. Ja, dus auto's zullen toch ergens moeten komen te staan. Waar ben je? Ja. Oh. Ik denk, waar is Ineke nou ineens? Ik ben hier. Oké. Maar we gaan even wat koffie drinken als het daar kan. We gaan even kijken of dat lukt.
als dat lukt. Zo, we zijn even een strandje of twee, drie verder gegaan. Want waar we in eerste instantie koffie wilden drinken, zag het toch niet zo gezellig uit. We zijn maar een stukje doorgereden. Maar ik ben straks toch benieuwd, als ik het papiertje er weer bij heb, dat heb ik niet meegenomen. Of we op het strandje zijn waar we eigenlijk hadden willen zijn. En volgens mij is dat daar verderop. Het gekke was, als ik de tekening... Nee, dat klopt het wel, ja. Daar is trouwens ook nog een camperplaats. En daar ergens moeten we weer naartoe om op onze camperplaats te komen. Kijk, daar hebben we de Ineke met haar helmpje. Ja. Hoe is het nou, meisje? Goed hoor. Ja? Het ja. Een beetje naar je zin? Ja. Maar ook maar niet zo nog... dichtbij, hè? Nee, hè? Nee. Oh, het leek hij op je zusje, zeg. Oké. Okay. Irene. Nou, ja, is goed. Dat vind ik niet erg. Nee. En je bent ook best een beetje bruin in je gezicht, moet ik eerst zeggen. En hier bij de borst. Dank u voor het compliment. Alsjeblieft, mevrouw. Wat gaan we doen? Geen idee, we fietsen gewoon. Nog een stukje verder fietsen? Ja. Voor de gezelligheid. Alle tijd, hè? Ja. Het is jammer dat het niet zo mooi weer is. Nee, het is ook niet echt warm. 14 graden. 14 graden. Ja. Maar het waait niet meer. Nee, gisteren wel. Gisteren wel, ja. Oké. Okay. Zo, naar een ritje door de... Een beetje een ritje cross-country door de kassen, langs de kassen. Op paden door heel veel kassen. En ik heb Ineke bang gemaakt dat daar een hyena loopt. En ze durfde meteen niet meer te stoppen, maar dat was gewoon een ultramagere hond. Oude molen, zou ik inderdaad maar niet meer ingaan. Maar met de molen sluiten we weer even af en gaan we weer verder. Nou, weer een stukje verder, maar nog wel met zicht op zee. Het zal wel weer even duren voordat we die gaan zien. Want we gaan zo morgen landinwaarts richting Lorca, Puerto Lumbreras. Goedemorgen, Orno. Goedemorgen, Ineke en kijkers. Waar gaan we weer vertrekken van La Ermita? La Ermita, ja. Zit erop. 5 nachtjes. Ja. Was leuk, goede camperplaats. Ja, vandaag wordt het mooi weer. Het wordt... is al warm. En alles is klaar, weg. We kunnen. Ja. Ja, ja. Even omdraaien. Kijk, alles weer reisklaar. Nou, vamos. Vamos. Vamos.